welkom bij de Postcode Loterij. Ik geef je een taart. Dit is Gaston. Ah. En ik ben Nicolette van Dam. En dit is Ron Brandschreder. Dat ben ik. Bedankt, hè. De vrouw van Ron Brandschreder. Is die zoon, toch? Vandaag gaan wij taarten uitdelen. Oh, ze gaan wel. Dit zijn de taarten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hé, hey, mevrouw Lairi, waar is nummer 8 gebleven? Hier. Oh my god. Veel, hè? Dus, nou. Er zijn maar 6 leerkrachten op school. Oké, wedden. Hoeveel denken jullie dat er door de school heen vliegt van die taarten? Niks. Hoe lang duurt het voordat er slagroomgevecht ontstaat? Niks. Oké, dan ga ik nu... Go! Woehoe, taart! En wie is er jarig? Is hij weer jarig? Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Nou. Enthousiast. Jingle bell, jingle bell. Daar gaan Ron en Nicolette. En 119. Daarom hebben vrouwen een tom-tom nodig. Hey. Afgelopen week hebben jullie examen gemaakt. Dat ging niet helemaal goed met het programma van SPL. Weet jullie nog? Dat liep een paar keer vast. En daar als goedmakertje hebben wij voor jullie hier lekker taart. En het is echt een heerlijke taart. Slagroomtaart. Het is niet de bedoeling om daarmee in slagroomgevecht te gaan. Behalve als je meneer Rietijk op zijn neus kan raken. Ja. Wie wil er allemaal een stukje taart? Ja, hier is een komelijk en een stukje taart. Dan mag je pakken met je handen gewoon. Het is wel veel taart. Oké, ga jij maar. Ja, maar dat zou ik veel moeilijker aan. Hier is Marisha Groen en Marisha Groen gaat wat doen. Ik ben Nicolette van Dam. De nationale postcode loterij. Kijk! Oh, wauw. Hij is echt heel lekker. Ja. Behulpzame mensen. Jij wil alleen nou, alsjeblieft. Hier is een stukje voor je. Weet je wat jij? Kijk, hij krijgt die. En die. Zo. Oh. 21 stond op je lijst. Oh, echt? 122 stond op de lijst. Oh, nou hier. Wie van jullie wil er allemaal taart? Ah. Dus als goedmakertje hebben de mensen van SPL taart voor jullie laten komen. Hele lekkere taart. Mevrouw Agali, mag uw klas ook een stukje taart? Ja. Willen jullie ook taart, jongens? Ja. Willen jullie taart? Woe! Welke missie? SP. Nee. Nee. Daar ben ik ook wel door mijn partij heen. Partij voor de vluchtelingen. Piratenpartij heeft geen zetels. Welke partij is de grootste nu? Rutte! Ik heb management economie en recht gedaan. Ja, ik heb ook commerciële economie gedaan, dus ik ben geen stop op de HBO. Maar uiteindelijk ben ik in de finance wereld gekomen. En wat wil jij? Wat wil ik? Ja? Ik wil rekenen. Ja, dat vind ik wel. Hoe wil je dat gaan doen? Namens de niet. Ik ga wel even voorstellen. Waarom ben jij rijk worden? Wat als ik je zeg dat als je rijk bent, dan meer stress hebt, ja. We kunnen wel weggaan hoor, dan kan je open praten. Ik ben lekker. Ja? En je hebt je toets helemaal niet gemaakt vorige week, maar je hebt wel je taart nu. En meneer Mees, hoe smaakt de taart? Mohammed, eet gewoon met je handen joh. Ja joh, hoppa. Maar moet je eens ruiken, hij ruikt een beetje raar. Oh. Hey, mevrouw Lairi. We hebben een prijs gewonnen. Je hebt namelijk taart gewonnen. Woe! Yay! Nee, omdat... Hey, dit zijn helemaal geen eerstejaars.
Omdat de systemen afgelopen week uitgevallen zijn bij de examens, kregen de klassen die examen gemaakt hebben taart. Maar ja, jullie zitten gewoon met z'n allen in één klas, dus jullie moeten één stukje met z'n 20 delen. En je hebt altijd van die collega's, die gaan dan stiekem... Een stukje taart. Ha, gesnapt. En dan maar zeggen dat ze op dieet is, hè. Oh. Deze moet ook nog op. Je moet eens ruiken, hij ruikt een beetje raar. Nee, dan ga je met mijn hoofd. Oh, waarom doe je dat? Ja. Ik ken dat verhaal. Twee grote taarten over. Die zijn hier. Dus mocht je nog trek hebben in taarten, zijn de hele week nog af te halen op school voor administratie Project X in Den Haag. En zoals jullie zagen, hadden we ondertussen ook bezoek van meneer Pierre Heijnen samen met Soher El Yassini. Hij is van de VVD. En hij had een leuk gesprek met de studenten en hij heeft beloofd nog een keer terug te willen komen om een gastles te geven. Dus de studenten kijken er erg naar uit. Wordt vervolgd, de taart staat klaar. Niet deze, want die komt vast wel op. Oké, doei! Oké. Okay. Ja,